Ik ben Lander. Ik woon hier in Roeselare. Ik speel basketbal. En ik ben een youth official. Dat is eigenlijk een opleiding dat je moet voltooien van een goede 3 uur. En dan krijg je een diploma. Dan krijg je nog wat extra informatie, een PowerPoint. Mag je dat eens allemaal nalezen. En dan word je eigenlijk verklaard als youth official. En vanaf dan mag je matchen, fluiten. Ik wou scheidsrechter worden, vooral om de kleine gasten iets meer bij te brengen. En eigenlijk voor mezelf om het spel misschien nog wat beter te leren kennen. Vorig jaar waren we met 3 youth officials van mijn leeftijd en een jaar ouder. Maar nu, dit jaar, achter dat zij gezien hebben hoe goed dat wij dat deden, hebben er zich nog 5 mensen ingeschreven opnieuw om ook youth official te worden dit jaar. Onder andere mijn broer ook, Ewout, is nu ook youth official geworden. Dat is wel echt tof.